Op vrijdag 24 mei is er vanuit de gemeente Oldebroek een studierace georganiseerd naar twee gemeenten in het zuiden van het land. Namelijk Boekel en het plaatsje Koningslust in de gemeente Peel en Maas. De dag werd geopend met een discussieworkshop in de bus, waarbij men in groepjes over onderwerpen moest overleggen en de beste oplossingen moest uitkiezen. Na een hartelijke ontvangst in Boekel, met koffie en gebak, kregen de deelnemers een lezing over de manier van besturen in de gemeente. Zo heeft Boekel geen welstand. Na afloop was er ook nog gelegenheid tot het stellen van een aantal vragen. Ik praat over initiatiefgroepen, klantwachtgroepen, vrijwilligersgroepen, overal waar groepjes van. Hebben jullie zoveel mensen? Ik heb er 10.000 inwoners. Ja. Ja, ik zit hier als contactpersoon van de speeltuin en ik heb heel kort geschetst een stichting voor de speeltuinvereniging, maar ik zie dat nog niet helemaal concreet voor me, zeg maar, als je allemaal kleine speeltuintjes hebt. Want in onze gemeente is er iets gezegd over aansprakelijkheid ervan zit. Ik begrijp nu uit het verhaal dat er één stichting is, verschillende speeltuintjes. En hoe zit dat dan praktisch in elkaar? Als tweede gemeente werd Peel en Maas aangedaan. Hier werd de lunch voor de deelnemers verzorgd. Daarna kwamen er twee sprekers die iets over de gang van zaken in Peel en Maas gingen vertellen. Namens de gemeente en ook namens de dorp Koningslust van harte welkom even in Peel en Maas. En met name hier in Koningslust, kleine kerk. Daarna was er weer gelegenheid om een aantal vragen te stellen. Wat doe je daar aan als overheid om dat te borgen? Maar hoe kun je als zorgen dat je samen de burgerrichting zoekt en samen je tempo vindt? Het accent ligt zwaar op de dorp en op de dorpsontwikkelingsvisies, begrijp ik. Ik heb eigenlijk twee vragen in één. Ik heb de heer Geurts horen vertellen, wij kunnen eigenlijk alles zelf. Mijn vraag is in dat verband, wat is eigenlijk de verhouding zo'n beetje tussen de zelfwerkzaamheid van het dorp enerzijds en de faciliterende rol van de gemeente anderzijds? Toen was het alweer 3:30 en was de dag ten einde. Na een busreis van 2 uur kwamen de deelnemers aan in Wezep. Met enkele deelnemers werd nog even teruggeblikt op de dag. Interessant. Mooie verhalen. Ik denk dat het wel kan werken. Maar er moet nog heel wat water door de IJssel stromen. Wil het zover zijn? Want ja, je hebt niet alleen bij ons burgers een gedachtentwist nodig. Hè? Maar ook vooral bij de ambtenarij. Voordat die zover zijn dat ze het aan ons overlaat, aan de burgers. Nou, dan stroomt er nog heel wat water door de IJssel. Hoor. Maar goed, we hopen en we doen ons best. En vandaag was natuurlijk een mooi voorbeeld van hoe het kan. Aan de andere kant moet je... Ik had ook wel eens wat tegenstemmers willen horen. Want dat het allemaal zo vanzelf gaat als hun het deden voorkomen, daar geloof ik gewoon niks van. En wat ik dus miste waren de mensen die er op tegen waren destijds. En hoe die er nu over denken. Dat vond ik wel een beetje jammer. Maar ja, je kunt niet alles hebben in het leven. Hè? Dus leuke dag, toch wel. Hoe heb je deze reis ervaren? Heel boeiend, interessant. En ook gewoon leuk, gezellig. Ja. Wat zijn de belangrijkste punten die zijn bijgebleven? Dat het sowieso heel goed is om dit met elkaar te doen. Dat het goed is, dat vond ik eigenlijk wel het belangrijkste, dat je die ervaring met elkaar deelt. Dus niet alleen de raad, niet alleen het college, niet alleen ambtenaren, maar ook heel veel mensen uit verschillende maatschappelijke velden. Dus instellingen, verenigingen, heel divers. Dus dat je dat allemaal met elkaar doet. Dat vond ik heel goed en leerzaam en boeiend. En daarnaast leer je natuurlijk ook van de ervaringen van Boekel en van Peel en Maas. En wat mij is bijgebleven is vanuit Boekel dat je toch ook lef moet hebben. Je moet soms dingen ook maar gewoon doen. En dat houdt wel in dat je met elkaar soms risico's moet nemen. Zie je dat gebeuren bij de raad en bij het college? Nou, wat daarbij lastig is, denk ik, is dat wij in Oldebroek een best wel een onrustige periode hebben gehad. En wil jij risico's kunnen nemen, dan moet je dat wel allemaal met elkaar doen. Dan moet je het met elkaar erover eens zijn dat het verantwoorde risico's zijn, dat het ingecalculeerde risico's zijn en dat je dat ook allemaal wilt.
En ik denk dat we eerst in Ollebroek nog een manier moeten vinden om elkaar daarin weer te vinden. Om met elkaar op één lijn te komen. En als dat lukt, dan denk ik dat het in Ollebroek ook mogelijk is. Ja. U bent ook meegeweest met het reisje van de gemeente, studiereis. Wat is voor welke maatschappelijke functie, of bent u van de gemeente uit die functie meegegaan? Ik ben meegegaan vanuit Viertens, waar ik regiomanager ben. En me met name verdiep in alles wat er rondom thuiszorg en dagbestedingsprojecten gaat gebeuren. Dat vond ik het meest interessante. Maar het überhaupt het hele WMO gebeuren, wat er op ons afkomt, vond ik heel interessant. Ik ben heel blij dat ik meegeweest ben. Ja. Wat is voor u het, nou ja, eigenlijk het mooiste geweest wat u gehoord hebt deze dag? Het allermooiste vond ik eigenlijk wel in op de tweede plek waar men zei van PLM Maas, daar moeten we ons wat, als gemeente wat voorzichtiger opstellen, bescheiden zijn en het initiatief overlaten aan de burgers. Dat sprak mij allermeest aan. Ja. En daar hadden ze het ook over de dagopvang, zeg maar, voor ouderen. Ja. Sprak u dat ook aan? Want toen werd er wel even kritisch een noot gekraakt, zeg maar. Zo van, als je door vrijwilligers laat doen, gaat het goedkoper dan door, ja, als ik het zo mag zeggen, professionele mensen. Dat is uiteraard kan het goedkoper. Het is maar net welke kwaliteitseisen een gemeente dan ook stelt. Hè? Mm-hmm. Dat is voor ons ook wel spannend. Van, gemeente wil graag dat uiteraard dat allerlei vormen van zorg geboden wordt. Maar men gaat waarschijnlijk ook bepaalde kwaliteitseisen stellen. En ja, we weten nog niet wat het gaat worden. Ja. Dus dat is voor ons ook spannend. Ja. Ziet u nog uitdagingen voor uw Vitens? Of zegt u van nou, ja oké, ik heb het nou wel gezien. En ik doe mijn voordeel ermee en daar laat ik het bij. De uitdaging wordt eigenlijk alleen maar groter. En ik denk ook dat het uiteindelijk voor iedereen leuker kan worden. Alleen we moeten allemaal een beetje uit onze veilige omgeving durven te komen om ons flexibel op te stellen en mee te denken in dit nieuwe gebeuren. Ja, dat zal de uitdaging zijn, ja. Juist dat. Ziet u ook een cultuuromslag bij de gemeente Oldebroek zelf? Dat die voor gaat komen door anders te denken? Zoals bijvoorbeeld als je in Boekel bent, weinig of minder regelgeving, zeg maar. Kapvergunningen, dat mag. Woonvoorzieningen, dat er eigenlijk geen, hoe noem je dat, vergunningen? Welstand meer is. Wat vindt u daarvan? Ik zou er alleen maar toejuichen. Ik denk dat we als burgers hebben er belang bij dat er zo weinig mogelijk regels zijn. Mm-hmm. Maar er zijn uiteindelijk wel regels, alleen een wat ruimer kader. En die worden niet per definitie meer bewaakt op naleving door de gemeente, maar dat is dan gedelegeerd aan een andere partij. Zoals die gecertificeerde architecten. Dus ja, dat leek me alleen maar. Het zou er alleen maar leuker door worden. Het hoeft geen wanorde te worden of zoiets. Dat denk ik niet. Het wordt alleen anders. Ja. En verantwoordelijkheden worden meer bij de burger gelegd. Nou, prima toch?